Met het officiële programma. Blijf in de buurt, zou ik zeggen. Hè? Blijf in de buurt. Leuk dat jullie er bent trouwens. Alfons is eraan, de gastheer ceremoniemeester. Daar zijn we nog. Dames en heren, als ik even alle buitengewoon interessante gesprekken die op dit moment druk gaande zijn, mag onderbreken voor uitermate belangwekkende huishoudelijke mededeling. Dank u wel. Allereerst natuurlijk allemaal bijzonder hartelijk welkom hier. Aan het begin van de Philipsburgstraat, die zo dadelijk officieel geopend zal gaan worden. En daarmee de ingebruikname van dit schitterende complex hier achter ons. Voor de mensen die mij niet kunnen voorstellen, mijn aanvang. Mijn naam is Alfons. Ik ben uw butler voor vandaag, uw gastheer, uw ceremoniemeester, uw rots in de branding. Uw aanspreekpunt voor deze middag. Mochten er vanmiddag vragen zijn, problemen, klachten wellicht. Komt u rustig even naar mij toe, ik doe daar vrij weinig mee. Okay. Er zijn nog wel mensen naar mij toegekomen met de prangende vraag van de Alfons, wat is er aan de hand? We hebben een programma gekregen waarin staat dat er ongeveer 20 minuten geleden een officiële handeling verricht zou worden. Gaat er iets mis? Is er een calamiteit? Nee. We zitten volledig op schema, kan ik u melden, dames en heren. Alleen de ballonnen en het lint wat doorgeknipt gaat worden, zodat ik door de wethouder was herhaaldelijk afgekeurd. Dat we een wethouder hebben die natuurlijk heel wat gewend is als het gaat om linten doorknippen. En niet zomaar een lintje doorknippen. Dus we hebben nu het juiste lint zojuist binnengekregen. Dames en heren, we zijn op het grote moment aangekomen dat het uitermate zorgvuldig geselecteerde lint door meneer de wethouder zal worden doorgeknipt. En daarvoor hebben we een schiet. 10! 9! 8! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dames en heren, tot u spreekt mevrouw van der Berg. Het is voor ons vanuit de sleutels heel bijzonder om hier nu te staan. Want dit project heeft een ontzettend lange voorgeschiedenis. En vanaf 2008 zijn we hiermee bezig. Wij leveren hier, of hebben hier moet ik het zeggen, inmiddels geleverd 55 appartementen in de sociale sector en 4 eengezinswoningen in de vrije sector. Ik zal niet zeggen dat ze als warme broodjes gingen, want ze zijn natuurlijk wel in het duurdere segment. Maar alle woningen zijn verhuurd, complimenten aan Heijmans. Het zijn prima woningen, ze zijn goed ontworpen. Wij hebben ze afgenomen van Heijmans. Het is voor ons heel fijn dat wij in een gebied waar zoveel vernieuwd wordt, niet alleen maar zien van nou, de oude bewoners trekken weg en er komt allemaal duur volk voor in de plaats, maar dat wij kans hebben gezien om hier gewoon 55 sociale woningen te realiseren. In totaal geeft dat een mooi gemengd complex hier, waar allerlei soorten mensen kunnen wonen en een plek kunnen vinden. En daar zijn wij ontzettend blij mee. Wij vinden als de sleutels, als je een heel complex oplevert, zoals die 51 appartementen daar, dan heeft zo'n complex een naam nodig. Dus we hebben de mensen hier gevraagd van, wat zou nou een goede naam zijn voor uw complex? En dat heeft een naam opgeleverd. En die naam is geleverd door meneer Van der Smissen, die ik nu even niet zie. Ook die staat een beetje verstopt. Die neem ik straks mee, samen met u allemaal. En dan lopen wij om het complex heen naar de andere kant, de entree van ons complex. En dan gaan we de naam onthullen. Als u nog een drankje wil, en u wil zien wat de naam wordt, en u wil zien hoe mooi het is geworden, dan gaan we met z'n allen achter meneer Alfons aan en die neemt ons mee. Gaat u mee? Ja. Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Dames en heren, wilt u mee? Volg! Feest van de feest. Lint is doorgeknipt. Net aan de Laudie. Fantastisch gedaan. Meneer Gele van de Heijmans was goed, geweldig gesproken. En nu
gaan we ook nog even een naam onthullen. Het is één groot feest. Bijna. Maar voor mij. Voor de mensen die het niet kunnen lezen, welkom bij Breintje! En deze gaan naar binnen, want je mag van de gemeente niet zomaar buiten de straat naar Rotterdam. Dus deze komt binnen, Taan. Dus je kan buiten zien hoe die heet en binnen zien hoe die heet. Dank u wel voor de berg, dank u wel meneer Van Smissen. Dames en heren, u bent allemaal uitgenodigd voor een feestelijke borrel en hapje. Boven, wilt u ons weer boven? Niet dringen nou! En die bloemen moet je goed schuin afsnijden, hè? Nou, warm water. Ze zitten al in water. Zo goed georganiseerd. Zo goed georganiseerd.